Goedemiddag dames en heren, u zal wel denken, wat is die saaf zwart gekleed? Ja, dat klopt. Er is hier een demonstratie gaande tegen het stierenvechten. Ik ga naar meneer. Dag meneer, wat is je naam? Sebastiaan. Sebastiaan. Hallo. Ja, Sebastiaan, wat is hier de bedoeling van? Het ziet er heel spectaculair uit, al die mensen met die bordjes voor hun hoofd. Het is een stilte-demo. Dus natuurlijk het lijden wat de stieren doen, het stierenvechten. Ja. En er gaat nog altijd EU-subsidiegeld heen. Ja, daar zijn wij gewoon falikant tegen. En dan wordt hier de Tweede Kamer waarvoor staan, wordt daar over beslist vandaag. Dus vandaar dat wij hier zeg maar demonstratief stil aan het staan zijn om het rouwen van de dieren aan te geven. Ja, ik ben met mevrouw Arissen van de Partij voor de Dieren. Ja, mevrouw, wat heeft u zojuist proberen over te brengen? Ja, er gaat 130 miljoen. 130 miljoen, ja, 130 miljoen ieder jaar naar landbouw, van de landbouwsubsidies naar de stierenvechtsector. En het is een zeer bloedige volkstraditie waar jaarlijks 250.000 stieren, maar ook koeien, kalveren, een zeer dieronvriendelijke en zeer ellendige nare dood tegemoet gaan. Dan sta ik met mevrouw Hazekamp van het Europees Parlement. Ja, mevrouw, wat heeft u hier gebracht? Dat is een bijzondere gelegenheid. Ja, het is zeker een bijzondere gelegenheid dat mensen hier naartoe zijn gekomen om te demonstreren tegen de Europese subsidies voor het stierenvechten. En u bent wel eens in Spanje geweest om het lijf te aanschouwen? Ik ben verschillende keren in Spanje geweest, maar vooral om daar ook te demonstreren tegen de stierengevechten. En het verbaast mij ook dat er niet meer Europarlementariërs hier op het plein staan vandaag om mee te demonstreren. Want iedereen vindt dat dit moet stoppen. En wij dus ook. Wij zijn hartstikke blij. Ja mensen, de demonstratie is ten einde. Ik ben hier met de directeur van het comité anti-stierenvechten, Marius Kolf, met de hond erbij. Ja Marius, een waar succes of niet? Een heel groot succes. Kijk, er lopen hier niet zoveel mensen voorbij, maar wat er voorbij komt is natuurlijk kwaliteit. Ja. Ik heb net zelfs een mevrouw gesproken van National Geographic. En die komt zo nog even naar ons kantoor, we zitten hier ook met een kantoor, om nog wat extra informatie op te halen. Want ze willen daar dus verder over publiceren. Het kan natuurlijk niet dat allerlei mensen in Europa meebetalen aan stierengevechten die we helemaal niet willen. Nee, nee. Nou, dankzij dit protest is zij vanmorgen ook weer vragen gaan stellen om ze er weer even aan te herinneren. En dit is de hele essentie van dit protest. Dat we die parlementariërs, de regeringen, iedereen erbij betrekken. Ja, aan herinneren aan de beloftes die we hebben gedaan. Het is toch een democratie. We hebben allemaal gevraagd, stop er nou mee. Dan moeten ze dat ook doen. Precies, is helemaal gelijk. En nu hopen dat iets verandert, hè? Ik hoop het zeker. Daar staan we voor. Dank u wel.